Welkom bij een nieuwe Piep-rubriek met Niels en lees- en doetips van je eigen bibliotheek. Het taalhuis in de bibliotheek is ook weer open. Naast mij zit collega Karin en zij weet alles van de taalhuizen. Karin, wat is een taalhuis precies? We hebben in elke gemeente waar wij werken, hebben wij een taalhuis in de bibliotheek. En dat bestaat uit een collectie met heel veel boeken om beter te leren lezen en schrijven, beter Nederlands te leren spreken. We hebben computers daarbij staan, waar je allerlei oefenprogramma's hebt om te kunnen oefenen. We hebben een heel netwerk van mensen die ons helpen om te kijken van wie zou hulp nodig hebben bij lezen en schrijven, zodat ze die door kunnen sturen. En we proberen die mensen te helpen. Wij hebben taalvrijwilligers die mensen helpen. Eén op één, dus echt een persoonlijke begeleiding om beter te leren lezen, schrijven of rekenen. We hebben de cursus Begrijp je taal. Dat is een hele leuke les op dinsdag in Kuik. We starten binnenkort ook in Bergen in de bibliotheek met zo'n cursus. En dat is echt voor mensen die in Nederland geboren en getogen zijn. Om te helpen met Nederlands. En anders gaan we kijken wat is een andere oplossing die bij jou past. Zijn er veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven? Ja, er zijn best heel veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. We hebben er 19.000, denken ze, dat er in het land van Kuik en Maasduin wonen. Dat is echt heel erg veel. Daarvan is zo'n 6.000, 7.000 mensen komt uit een ander land. Maar de rest zijn dus mensen die hier gewoon naar school zijn gegaan en Nederlands geleerd hebben. Maar dan net niet voldoende Nederlands beheren om zich te kunnen redden, zeg maar, in de maatschappij. Je moet tegenwoordig heel veel dingen zelf regelen. En dat is voor die mensen heel erg moeilijk. En dat is hartstikke jammer, want als ze een beetje bijleren, zou het misschien wel kunnen lukken. Dus vandaar dat wij hulp bieden met het taalhuis. Hoe gaat dat als je je aanmeldt bij het taalhuis of als je iemand kent waarvan je denkt dat het taalhuis belangrijk kan zijn? Dan willen we graag dat je contact opneemt met het taalhuis. Je kunt bellen, je kunt mailen, je kunt langsgaan in de bibliotheek. Of je gaat naar onze website en je vult daar even je naam en gegevens in. Dan gaan we je bellen, maken we een afspraak. Dan drinken we samen een kop koffie of thee. En dan gaan we kijken wat past het beste bij jou. Hoe kunnen we jou het beste helpen? Kost het iets als je mee wil doen met de activiteiten van het taalhuis? Nee, dat is echt helemaal gratis. Als je beter wil leren lezen, schrijven of rekenen. Dan kun je bij ons. We vinden het heel belangrijk dat iedereen mee kan doen in Nederland. Dus dat bieden wij gratis aan. Mooi. Dus wil je beter leren lezen of schrijven? Of ken je iemand voor wie de activiteiten van het taalhuis waardevol kunnen zijn? Kijk dan verder bij het taalhuis. Weet je dat je in de e-book-app ook hele leuke informatieve boeken kan vinden? Over dieren bijvoorbeeld. Zoals over konijnen. En over de okapi, want mijn lievelingsdier is de okapi. Ken je de okapi nog niet? Je vindt er alles over in dit boek, Stem op de Okapi, van Edward van de Vendel en Martijn van der Linden. Het is een boek vol weetjes over de okapi, over de zonnestrepen van de okapi, over baby okapi, het Okapi Museum. Je vindt in het boek gedichten, verhalen, interviews, schilderijen. Kortom, alles over de okapi. En ik weet zeker, als je dit boek hebt gelezen, is de okapi ook jouw lievelingsdier. Je vindt het boek voor kinderen vanaf 8 jaar in de e-book app. Lees je liever een gewoon boek? Dan kun je het boek bij ons reserveren in de collectie. De thuisbieb is gesloten, maar gelukkig is de online bieb nog open. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met de allermooiste luisterboeken en e-books. En bij de e-books kun je kiezen hoe je ze wil lezen. Online, op je tablet of op je e-reader. Mijn tip uit de online bibliotheek is deze keer: Oma heeft me gestuurd om te zeggen dat het haar spijt, van Frederik Bakman. Het gaat over Elsa. Elsa is een meisje van 7 jaar. Met een beetje gekke oma. Nou ja, beetje. Eigenlijk knettergekke oma. Want oma schiet met haar paintballgeweer vanaf het balkon. Ze breekt in de dierentuin. Ze gooit olifantenpoep naar agenten. Maar het is een hele lieve oma voor Elsa.
Want als Elsa na een waardeloze dag op school thuiskomt, is daar oma. Met haar mooie verhalen en sprookjes. Maar dan gaat oma dood. En Elsa krijgt een pak met brieven waarmee ze op pad moet. Om iedereen verontschuldigingen aan te bieden die oma heeft gekwetst. Voor Elsa begint een avonturentocht waarin ze ontdekt dat haar oma de liefste oma was die je maar kunt bedenken. En dat in elk sprookje wel een kern van waarheid zit. Het is een prachtig boek voor volwassenen. Sprookjesachtig, met humor en heel ontroerend. Je vindt het in de online bibliotheek, maar als je liever een papieren boek leest, kun je hem bij ons in de collectie reserveren. Schrijvers zijn natuurlijk super trots op de boeken die ze hebben gemaakt. Normaal gaan ze naar scholen en bibliotheken om te vertellen over hun boeken. Dat is nu een beetje moeilijk, maar gelukkig is er YouTube. In filmpjes op YouTube lezen ze voor uit hun eigen boeken. Bijvoorbeeld schrijver Jacques Vriends. Hij leest voor uit Meester Jaap. Meester Jaap is een gekke meester. Er gebeurt van alles in zijn klas. WC-rolgevechten, verkleedpartijen, een boerenkooldiner met kerst. Paul van Loon leest ook voor uit eigen boeken. Niet alleen uit Dolfje Weerwolfje, maar ook uit Allemaal Onzin. Vladimir ontmoet het kleine mannetje Onzin. Die neemt hem mee naar het land achter het behang. Wil je weten hoe het verder gaat? Kijk dan in het filmpje. Je vindt de linkjes op onze website op de speciale pagina Tips voor Ouders. We hebben het al vaker gehad over podcast. En we hebben goed nieuws, want we gaan er zelf een maken. Dichter bij de schrijver. Over schrijvers, dichters en andere taalmakers in onze eigen regio. We doen dat samen met de Kneep, het schrijversplatform in het land van Kuik en Maasduinen. Daar zijn al meer dan 150 schrijvers bij aangesloten. En wie dat zijn en wat ze maken, hoor je tijdens de wekelijkse podcast. Ze duren ongeveer 10 minuten en ze zijn te beluisteren op Omroep Land van Kuik en de social media kanalen. Dus zet je koptelefoon op en stem af op Omroep Land van Kuik. Onze bibliotheken zijn weer open, met aangepaste openingstijden en diverse richtlijnen. Je kunt boeken terugbrengen en meenemen. We staan weer voor je klaar, maar wel op 1,5 meter afstand.